hartelijk welkom, lieve luisteraars. Dit is de eerste aflevering over het boek Duin van Frank Herbert. Vandaag vertellen we jullie meer over de unieke wereld van dit science fiction boek. We vertellen meer over de personages en de talloze planeten. En in de volgende aflevering zullen we dieper ingaan op het verhaal, onze favoriete fragmenten en de karakteruitwerking van de verschillende personages. Heel veel luisterplezier! Lieve mensen, we zijn even weg geweest, maar we zijn er weer met een nieuwe aflevering. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Zeker, we hadden gepland iets eerder al een boek te bespreken, maar het schoot er een beetje waarin, ja, tussen het verhuizen door. Ja, en alle andere dingen, maar vooral het verhuizen inderdaad. Dus we zitten nu ook op een nieuwe plek op te nemen. We zijn voor de nieuwe boekenkast, helemaal, letterlijk. Helemaal ge-upgrade hier al, qua installatie. Misschien horen jullie ander geluid, we weten ander het geluid. Niet. Misschien moeten we daar nog wat mee gaan doen. Maar in ieder geval voor nu... Voor ons een hele nieuwe setting. Good enough. Ja, een hele nieuwe setting. Heel veel gebeurd. En ja, ondertussen hebben we natuurlijk nog wel wat kunnen lezen. Minder lezen ook dan normaal, denk ik. Zeker. Bij jou zit. Normaal lees ik misschien wel een boek per week of zo. En ik moet zeggen dat dit ook wel een vrij dik en ingewikkeld boek was. Dus dat ik ook wel de tijd nodig had om het goed op me te laten inwerken. Ja, ik had hem al eerder gelezen, dus dat helpt wel. En we hebben ook nog de verfilming films. Gekeken. Ja, de verfilming had ik ook al gezien. Dus dat scheelt al een hele hoop. En ook wat andere dingen die er... bordspellen en videogames en dat soort dingen die ook allemaal... Er is heel veel van. Er is genoeg nog te vertellen. Jij zat meer in de Dune-wereld al. Ik zat al redelijk in de Dune-wereld. Ik ben natuurlijk ook iets meer een science-fiction man. En jij bent meer een fantasy-vrouw, om het zo maar te zeggen. Dus dat... en als je echt van de science-fiction bent, dan heb je vaak wel iets met Dune te maken gehad. Het schijnt het best verkochte science fiction boek ter wereld te zijn. Nou, dat wil ik best geloven, ja. Het is... Het is ook een oud boek en een heel populair boek. Dus. Ik schaam me een beetje dat ik het nog niet kende, maar inderdaad, het komt uit 1965 al. Duin. Of Dune. En, Voor iedereen die luistert dat ik Duin en Dune de hele tijd ook erheen gehaald. Ga ik ook doen waarschijnlijk, want dat gebeurt ook een beetje... Zeg maar, ik heb de Nederlandse vertaling gelezen. En ja, jij... De Nederlandse en de Engelse. Beide, hè? Ik heb beide. Ik heb nu de Nederlandse gedaan en ik heb eerder de Engelse gedaan. En jij hebt de Engelse ook in boekvorm, die ligt hier voor ons. Ja, die ligt naast me, ja. En dat zijn de... Want Dune is het begin van een zesdelige reeks. Wij hebben dus deel 1 gelezen. Ja. En jij hebt daar volgens mij de eerste 3 boeken in één kaft, hè? Ja, ik heb hier de Frank Herbert The Great Dune Trilogy. En dan is een volledig zwart boek. Gifzwart boek. Met gouden letters erop natuurlijk. Wat natuurlijk verwijst naar de Spice. Hoeveel pagina's zijn... het is een heel dik boek. Laat het daarop houden. Ja, het is voor mij 1 en 3 zijn dik. En 2 is volgens mij niet zo dik als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En op de voorkant zie je dan ook... Maar goed, daar gaan we straks wat meer over vertellen waarschijnlijk. De worm. Oeh, de zandworm. Dus, ja, het is wel grappig. Het zit zelfs in het boek. Goed, het loopt een beetje. Maar daar zit ook letterlijk een platte grond in van de planeten. Oh, wat vet. Ja. Dus, dat. Ja. Heb je dan ook al die andere 2 delen gelezen die na deel 1 komen? Eerlijk gezegd... Gewetensvraag. Ik weet het niet meer. Dat is vaak geen goed teken. Want ik heb de eerste keer dat ik Dune gelezen heb, zeg maar... dus in het Engels en zo, toen was ik denk ik... 15, 16 denk ik of zoiets. Oeh, dus dat was nog... En, ik wil zeggen de vorige eeuw, maar... Dat net niet. Was al net in de vorige eeuw. Nee, maar het is wel, is wel echt lang geleden. En ik heb toen ook dus die film gekeken en zo. Toen was ik een beetje obsessed with the Dune. Maar ik weet dus niet of ik ze allemaal gelezen heb. Dus goed, in ieder geval ga ik ze nu wel... dat ik deze weer gelezen heb, nu ga ik sowieso... Iets meer tijd heb je hopelijk. Want het is nu helemaal weer helemaal hip en happening. Dus Dune zit ook weer een beetje op de voorgrond. Dus echt weggezakt. Grappig is dat, hè? Maar de achtergrond is weer helemaal Wat een verfilming wel niet kan doen. Wat een verfilming wel niet kan doen. Want er is echt... Het is helemaal weer hot en happening. En ik ben ook weer helemaal into the Dune en zo. Dus het is... Ik ben helemaal terug Jeugdsentiment in de duinen. Is het dus wel een beetje voor jou... Puber sentiment, ja, tiener sentiment. Ook wel, maar ook wel gewoon... Het is zo'n gaaf universum, zeg maar. Dat los van het jeugdsentiment, denk ik. Dat mensen zich erin willen verliezen. In willen verliezen, ja. Ja.
wat jij misschien hebt met Harry Potter of snap zo. Snap ik wel. Dat heb ik dan meer met Dune en Duin. Het heeft heel veel diepgang ook. Dus dat is klopt. Ja, het spel der Tronen, Game of Thrones, had ik het ook mee. Hier heb ik het ook wel mee, maar ik vond het ook gewoon ingewikkeld. Het is niet... Het is een beetje wat Maas ook wat later in de aflevering zeggen, maar het is niet makkelijke kost. Daar kunnen we nu al wat mee beginnen. Dus even een disclaimer. Het is niet even lekker soepel iets weglezen en dan kijken we later wel wat er gebeurt. En ik ben dan soms toch een beetje streng voor mezelf. Dan wil ik het allemaal gelijk begrijpen, want er komen ook heel veel begrippen in voor. Want het is ook af en toe, sommige groepen in het boek hebben ook hun eigen taal en ze hebben allemaal hun eigen aanduidingen. En dan ga ik het luisterboek weer terugspoelen en dan ben je eindeloos bezig. Dus je moet eigenlijk gewoon lekker lezen en je ermee laten zuigen. Dat is het beste, denk ik. Ja, een deel van de bedoeling ook van de schrijver, denk ik, is dat je in sommige gevallen gewoon niet weet en niet begrijpt. Omdat ook de karakters in het boek het niet begrijpen en niet weten. Het wordt niet in de treuren allemaal uitgelegd. Het grappige is dus dat je aan het eind van het verhaal als je boek uit hebt, dan komt er een soort naslagwerk met een alfabetische begrippenlijst. Dat ik soms bijna denk, had hij niet beter voor het boek kunnen zitten. Maar dan zat hij weer vol met spoilers. Dus dat was ook niet handig geweest. Nee, dus dat misschien een beetje... Had misschien een beetje... Dus dat is te veel van het goede. Het daagt de lezer uit, hè? Het is een keer wat anders. Maar we beginnen eigenlijk... Als we het boek ook hebben. Maar dan hebben we dus eigenlijk... Zitten we op een andere planeet. Caladan. Het voelde de laatste tijd hier een beetje aan als Caladan met het al die regen. Hier zeker aan als Caladan. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet wanneer jullie dit luisteren, maar voor mijn gevoel regent het de afgelopen 8 weken non-stop. Voor de mensen in de toekomst die dit lezen midden in de zomer en met een mooi weertje. Wees heel blij, want ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is hier oktober 23 alleen was... maar aan het regenen. Ja. Ja, is niet best. Maar goed, dus, wij waren toch alleen maar binnen doos en het uitpakken wat dat betreft. Maar het is wel lekker weer om met een boekje op de bank te verdwijnen. En een kop thee, dat wel. En die hebben we ook natuurlijk. Die hebben we nu ook lekker hier staan, sowieso. Rustthee hebben we. Rustthee. Heb je al een slokje genomen? Niet? Ja, het smaakt een beetje naar... Ja, zeg eens waar het naar smaakt. Is het iets van groene thee? Nee, het is geen groene thee. Het is lavendel. Geen fijnproever. Ja? Kamille. Oh, kamille. En citroengras. Weet je, alles wat je wat plantig is, is erin gegooid. Het is wel een chille combinatie eigenlijk. Het is wel redelijk plantig, maar ik word er rustig van. Nee, word je er rustig van? Ja, nee, het is wel lekker voor de avond. Ja, ik heb er een beetje specie erheen gedaan. Specie? Ja, nou jongens, er gaat de wereld voor je open. Ik ben aan het spoilen wat er allemaal mag komen. Waar ik me altijd trouwens heel erg over verbaas of zo, dat heb ik bijvoorbeeld ook een beetje met Roald Dahl of is een heel ander genre, maar dat de schrijver al in 1986, meen ik, is overleden. Hij is geboren in 1920. Amerikaanse schrijver Frank Herbert. Ja. En hij heeft gelukkig nog wel de eerste verfilming meegemaakt uit 1984 van David Lynch. Gewoon 2 jaar voor zijn dood. Ook helemaal niet oud geworden. Nee. En dat dan het gigantische succes heeft hij natuurlijk deels al meegekregen. Want het eerste boek is in 1965 verschenen. Heeft hij wel ook awards voor gekregen. Maar ik vind het toch zo... apart idee dat hij dit dan niet meekrijgt. Maar gelukkig heeft zijn zoon ook wel nog verhalen geschreven en het succes voortgezet na zijn dood. Een beetje wat nu ook met Lucinda Riley ik moest denken aan gebeurt. Precies. En ook voor de echte kenners, Buurman en Buurman, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is even een andere iets. Ander vaartje. Ja, precies. Dat is ook, weet je, van die... Ja, wat is het? Klei animatie of zo. Daar heeft ook inderdaad de zoon het overgenomen. Echt? Oh, dat vind ik altijd heel hard verwarmd. Ja, daarom is het nu weer, zeg maar, helemaal weer een ding. Het was de hele tijd weg. En op een gegeven moment is zijn zoon is het opgepakt. Stieg Larsson had natuurlijk precies zelf, vind ik ook zo schrijnend. Ben ik helemaal fan van zijn boeken. Het is helemaal een rare situatie natuurlijk. Die heeft het nooit uitgegeven. Nee, omdat ik toen niet dat is helemaal bizar. Nog. Frank heeft Frank helemaal heeft niks meegekregen. Herbert heeft nog meegemaakt dat een van zijn boeken verfilmd is en succes heeft gehad. En hij heeft natuurlijk 6 boeken geschreven. Ik denk dat hij zijn laatste boek wel redelijk kort voor zijn overlijden heeft geschreven. Ja, dat vermoed ik dan ook. Maar hij heeft wel 20-tal romans op zijn naam staan. En je kan duidelijk ook wel merken dat hij psychologie en ecologie heeft gestudeerd. Dat komt duidelijk terug in de boeken. Heb jij die verfilming gezien trouwens uit 1984? Ja, ik heb allebei de verfilmingen gezien. Ik heb niet de miniseries gezien. Miniserie heeft dus die zoon inderdaad gemaakt. Of nou ja, is in overleg met die zoon geproduceerd, laat ik het zo zeggen. Zoiets, ja. En er is voor mij nu weer een miniserie of zo gaande. Of er komt eraan, of ik heb geen idee. Het is me dan altijd een beetje onduidelijk waar die dan nu nog zou kunnen bekijken. Maar goed, de echte fans zullen het wel weten. De film of de miniserie? Ja, die miniserie. Die miniserie weet ik niet. Die oude film, die kan je echt overal bekijken nu. Omdat,
Omdat het helemaal happening is. Ik heb dan laatst uit 2021 gezien. Die was wel echt supergoed. Dan vind ik het toch wel echt een meerwaarde dat je eerst het boek leest en dan de film kijkt. Want ik kan me voorstellen dat als je niet het boek hebt gelezen en alleen de film kijkt, dat het wel heel lastig te volgen is. Ja, dat ligt ook een beetje aan hoeveel ervaring je hebt met science fiction films, denk ik. Ja, dat zeker. Dit was een beetje mijn ontgroening op het science fiction vlak, denk ik. Ja, daar ben je wel gelijk goed ingegaan, zeg maar. Dus ja, misschien dat het daarom ook een beetje wennen was. Gelijk diepgaand. Ja. En ja, wij hebben dus deel 1. Het is vrij uitgebreid. Dus ja, waar gaan we beginnen? Ja, het begint op Calendan. Ja, begint op Calendan. Dus daar hebben we eigenlijk gewoon de thuisplaneet huis, van Paul. Atreides. Ja. Daar hebben we eigenlijk gewoon een aantal hoofdkarakters die ook eigenlijk gewoon continu door de rest van de boeken voortspelen. En het speelt zich af in de toekomst in 10.191 of zo ver. Ja, het speelt zich af in de verre toekomst. En eigenlijk, ja, wat jij dus een beetje, denk ik, toen we het een beetje erover hadden, wat jij een beetje lastig vond, is dat het een beetje zoals van, je wordt er ingegooid in die wereld. Je hebt eigenlijk geen idee wat er nou speelt of wat er nou precies gebeurt. Het verhaal begint gelijk. Er is geen inleiding. Precies, want er gebeurt al heel veel. Er is al heel veel gebeurd. Dit is typisch ook, wat wel grappig is, wat ook andere science fiction films later heel erg zijn gaan doen. Er zijn meerdere redenen voor waarom die het ook zijn gaan doen. Maar bijvoorbeeld Star Wars doet datzelfde, weet je. Die begint gewoon midden in, de film begint midden in een scène, en heeft dat ook deels met Flash Gordon en zo te maken. Omdat het, zeg maar, toen tijd oude serials in de bioscoop, zeg maar, het idee was dat je gewoon het verhaal gaat verder iedere keer. Net zo bijna als een serie, zeg maar. Ja. Dus dat deden ze ook met de films. Maar ik denk ook in dit geval dat hij eigenlijk zoiets heeft van, ja, je hebt gewoon geschiedenis, je hebt de toekomst, noem maar op, en ik pak gewoon een stuk van wat er gebeuren gaat. En dat ga ik beschrijven. En je dat is een beetje, ergens zo in. Precies, je stapt ergens in. En vanaf dat moment ga je gewoon mee met de rit. En dat voelt ook heel erg aan. Je hebt het gevoel dat er daarvoor ook al heel veel is gebeurd eigenlijk. Voordat de situatie waar je op dat moment bent aangekomen. En het is ook best wel een beetje politiek. Intriges. Misschien kunnen we een beetje kort voor de nieuwe mensen onder ons, of de nieuwe June-luisteraars, even vertellen dat je dus een aantal belangrijke geslachten hebt. Je zei het net al, Atreides. Ja, Leto Atreides. Dat is een van de geslachten inderdaad. Ja. Dat is een hertog met zijn familie. Die woont dus op Calendan. Dat is hun thuisplaneet. En daar is heel veel water, heel veel regen. Dat is het hoofdzakelijke wat ik van Calendan weet. Ja, precies. Het is meer een schril contrast eigenlijk met de planeet waar ze daarna heen gaan. Naar Arrakis. Ja. Oftewel Duin. Ja. Duin is, als ik het goed zeg, in leen bij dus de aardsvijand van de Atreides, namelijk de Harkonnens. Ja. Vladimir Harkonnen, die heeft wel, ik weet niet of we dat moeten onthullen, maar die heeft wel hele erg belangrijke links met de vrouw, of nou de concubine van hertog Leto, Jessica. En dat vind ik moeder van allemaal Paul. Intriges. Ja. Ja. Ja, want je hebt eigenlijk wat je dus hebt, dus je hebt dus de keizer eigenlijk. Keizer, de Padisha-keizer. Ja, dus dat is de keizer eigenlijk die het hele, het keizerrijk, universum, eigenlijk alle mensen, alle planeten regeert. Ja, er zijn heel veel daaronder planeten, toch? Daaronder heb je eigenlijk ja, dus een aantal huizen, om het zo maar te zeggen. Dus een aantal hertogen die een eigen hebben. Waardoor er in het boek wordt dan gefocust op Atreides en de Harkonnen. En die hebben een conflict met elkaar. Dus dat is het belangrijke. Dat gaat rol al jaren terug. Die hebben waarschijnlijk allemaal, precies, oorlogen gevoerd. En twee andere facties, om het zo maar te zeggen, die heel belangrijk zijn. Ja, dat weet je ook. Dat zijn inmiddels weet je dat ook, hè? Dat zijn dus de Bene Gesserit. Ja, de Bene Gesserit school. En het handelsgilde. Ja. Ja, bedoel je dan het ruimtegilde? Ja, het ruimtegilde, ja. En die hebben dan weer een monopolie op de ruimtereizen. Ruimtereizen. Ja, ja. Dus dat is maar die gilde vind ik een beetje moeilijk te duiden. Kun je daar iets over uitleggen? Want dat vind ik altijd een beetje duister. Ja, een van de belangrijke dingen die en dat wordt op een gegeven moment in het boek wordt dat duidelijk. In het begin heb je dat nog geen idee. Maar eigenlijk wat de achtergrond een beetje is van waar het boek zich begint en wat het een beetje een unieke setting maakt, is het idee is dat wij, en dat is nu ook weer heel actueel natuurlijk, het idee is dat AI te geavanceerd wordt. Eigenlijk wat je ook in de Terminator films hebt, of wat er ook heel veel andere films en series en boeken heb je dat. En die gaan op een gegeven moment mensen uitroeien. En dan wordt er op een gegeven moment een beslissing gemaakt, er wordt een wet aangenomen dat alle vormen van computers verboden worden. Dat is toch als gevolg van die jihad van de Butlers, daar hebben ze het steeds over. Ja, precies. Want die verzetten ze, het is een soort kruistocht, die verzetten zich dus tegen robots, computers, ja, AI. Ja, want die waren eigenlijk de wereld aan het overnemen, die AI.
Daar zijn mensen die zijn in strijd getrokken daartegen. En die hebben dus uiteindelijk gezegd van nou, computers worden verboden. Dus computers zijn op een gegeven moment verboden. En die zijn dus ook verboden in het universum. Dus in de hele boeken komen geen computers voor. Wel de toekomst, maar dan, daartegenover heb je dan die mentats, of niet? Sorry? Daartegenover heb je wel die mentats. Ja, dus wat ze dus gedaan hebben, is dus een andere oplossing. Ze kijken wat hele intelligente mensen zijn. En die worden dus op een speciale manier getraind. Zodat ze heel snel dingen kunnen uitrekenen. En dat wordt inderdaad mentats genoemd. Dus het zijn eigenlijk menselijke computers, dus menselijke om die wet omzeilen als het ware. En dat is wel grappig, en dat is natuurlijk wat Herbert daar ook doet, is dat het woord computer is oorspronkelijk was dat een omschrijving voor mensen. Hè, oorspronkelijk had je bijna alleen maar vrouwen. Alleen maar vrouwen, maar zo goed als alleen maar vrouwen. En die maakten de berekeningen voor diverse dingen. Dus voornamelijk voor engineering, ruimtevaart en sterrenkundigen en dat soort dingen. En dan moesten er moeilijke berekeningen worden gemaakt. Dat ging dan naar een groot kantoor. Daar zaten dus computers. Dat was een benaming voor vrouwen die dat aan het uitrekenen waren. Over hoe lang geleden hebben we het dan? Dan hebben we het over 1920, 1930. Ook nog tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940. Werd het allemaal nog met. Want toen had je eigenlijk nog geen computers. Hè? Pas in de jaren 50 eigenlijk komt de computer. Dus tot de jaren 40, 50 ongeveer. Was het woord computer. Was een woord voor een vrouw die dingen berekende. En op een gegeven moment ging een elektronische computer dat doen. Dus dat woord is overgenomen. En hij gaat nu eigenlijk dat weer terugbrengen naar de mens. Eigenlijk. Dus het is op die manier gaan we terug in de tijd. Ja, heel, heel bizar hoe die dat doet. Ja, en dat zijn dus die mentats. En die mentats die berekenen het uit. En die handelsschilden, om dus de ruimte reizen, moet je natuurlijk enorm moeilijke berekeningen maken. Hè? Maar omdat in goede banen te leiden. Want ze reizen tussen sterren. En dat is dermate complex dat eigenlijk je het niet uit kan rekenen. Dus zo'n mentat kan het niet doen. Maar wat je moet kunnen doen, is toekomst voorspellen. Want je moet kunnen weten waar in de toekomst, dus wat zij doen, en dat is dus wat de handelsschilder vandaar doet. Dat ze die specie nodig hebben. Ze hebben die specie, goed, nemen ze toe. Daar nemen ze daarmee kunnen over. Ze de toekomst voorspellen. Of kunnen ze eigenlijk in de toekomst kijken. En dan kunnen ze dus bedenken, oké, als ik hier zo zou gaan vliegen, overleef ik het dan? Nee. Oké, kan ik zo vliegen? Ja. Oké, dan ga ik zo vliegen. En als ik dan zo verder ga, kan ik dan... Dat doen ze dus met ruimteschepen. En die reizen zijn denk ik zo belangrijk, omdat ze dus ook bepaalde stoffen op één planeet hebben. En die moeten dan naar de andere planeet voor die handel dus. Gewoon ja, een soort dus iedereen die export wil verplaatsen. Als je dus van de ene ster naar de andere ster wil verplaatsen, heb je hun nodig. Zij zijn de enigen die je dan kunnen helpen, want je mag geen computer gebruiken. Maar goed, in principe hoef je niet heel vaak naar een andere planeet, alleen misschien meer voor producten. Voor producten en dus die huizen zitten dus allemaal op planeten rond sterren. Ja. Dus als zij bijvoorbeeld een die geslachten ander, bedoel je? Die geslachten. Ja. Dus als zij een ander geslacht willen aanvallen, bijvoorbeeld met een leger, ja, dan moeten ze dus weer... Ja. Dat gilde moeten ze dus geld betalen om dan naar een ander planeet maar te gaan. Maar is die gilde, dat bedoelde ik een beetje met Duitser. Ik heb dus het gevoel dat die een beetje in dienst zijn van die keizer. Die werken wel samen met die keizer, ja. Want die dat zijn natuurlijk allebei. De keizer, niet helemaal te vertrouwen zijn. De keizer wil natuurlijk dat hij in macht blijft. En als hij natuurlijk de prijzen hoog kan houden, waardoor die huizen wel onderling een beetje vechten. Maar ze kunnen bijvoorbeeld niet de keizer aanvallen, want dan moeten ze de gilde gebruiken daarvoor. Dus dat is eigenlijk de hele politieke spel en de intriges die daar omheen zitten inderdaad. En wat een beetje de beginbasis van het verhaal is dat de keizer vindt dat Atreides, dus de familie van Paul, die wordt heel belangrijk in het verhaal, dat die hertog, Leto, die heeft te veel invloed in de landsraad. Volgens mij de landsraad, want hij is daar heel populair, omdat hij ook, ja, hij is gewoon geliefd. Hij is niet alleen belust op geld, zeg maar. En daarom smeet hij een plannetje met de Harkonnens en dat... Harkonnens is natuurlijk de aartsvijand van de Atreides, dus die willen graag met die keizer een complot maken. Ja, ja. En daar begint mee de reis van Caladan naar Arrakis. En dat zijn ja, want eigenlijk zij worden uitgenodigd eigenlijk. Zij krijgen nu dus de opdracht om Arrakis te beheren. Precies, ja. En dat is als het ware de tegenpool van Caladan, want Arrakis is een woestijnplaneet. Ja, waar is gewoon geen water is bijna. Of is heel weinig, een groot weinig gebrek water aan water. Precies. Maar dat is tegelijkertijd wel de enige plek waar dus de waardevolle specie gemaakt kan worden. Of geoogst kan worden. Ja, precies, geoogst kan worden. Want het kan niet gemaakt worden. Het kan alleen geoogst worden. Ja. En iedereen is daar dus afhankelijk van. Ja. Ja, want die gilde heeft het dus nodig om de toekomst te voorspellen. Want specie, dat is een soort
Ja, wat poeder. Is het? Ja, het is een poeder, een soort van... Geestverruimend middel of zo? Ja, het is echt gewoon letterlijk... Drugs. Ja, precies, het is gewoon drugs. Het is gewoon dit boek is geschreven in de jaren 60. Het is natuurlijk gewoon midden tijdens de hippietijd. Dit is letterlijk het idee van geestverruimende drugs en noem maar allemaal op. En dat de elite daar misbruik van maakt en noem maar allemaal op. Dat is heel kostbaar. Ja. Dus vandaar ook dat precies. Je zegt elite. Ja. En het is in handen van eigenlijk maar een aantal select mensen. Select groepje. En het geeft je dus de kracht om in de toekomst te kijken. En het is toch ook verslavend, dus ja, ook weer druk. Ja, uiteindelijk, dat zijn een aantal dingen. Want dat is net bij die die ruimtegilde wat ik net meld ook. Hè. Er worden ook wat dingen wel uitgelegd. Ook in het boek worden sommige dingen uitgelegd. Sommige dingen worden niet in dit boek uitgelegd of in andere boeken. Maar of andere bronnen van media krijg je dat soort informatie. Dus het is ook wel een beetje hier indirect, en daar. Indirect, ja. Indirect. En hetzelfde is met die spijs, die specie. Wordt nooit heel duidelijk omschreven wat het nou precies allemaal doet, zeg maar. Nee, je hebt inderdaad schrijvers die hun wereld helemaal uitkristalliseren, dat je het helemaal van A tot Z kan begrijpen. Dat is dit boek dus niet. Dat is dit boek zeker niet, nee. En dat is wel een uitdaging, want je blijft dus... Ja, je blijft dus nadenken van hoe zit het in elkaar. En als je dus doorleest, dan begrijp je ook steeds beter... Oh, ze hebben het nu over een gomjabbar. Of nou ja, we gaan jullie het zo meer vertellen. Maar ergens vind ik het leuk. Het is een keer een andere leeservaring. Ik heb dit nog nooit zo gehad in een boek. Het kan ook niet, want het kost te veel tijd. Want hij wil zoveel vertellen. Weet je, wij zitten hier nu al heel lang over te praten. Maar soms denk ik, ja, soms vond ik het wel leuk. Had ik het fijn of leuk gevonden of een toevoeging gevonden als hij iets meer aandacht misschien had besteed aan de setting of zo. Dan maken ze een ruimtereis bijvoorbeeld van Caladan naar Arrakis in zo'n ruimteschip. Ja, het gaat dan meer om de politieke banden onderling en een gesprek en dialoog. En dan zie ik nog niet zozeer die hele wereld vormen met... Ja, dan zijn ze gewoon in een huis. Snap je wat ik bedoel? Er wordt niet heel veel aandacht besteed, daar is je niet echt in geïnteresseerd. Nee. Maar dat heb je bijvoorbeeld in Game of Thrones, dat weer heel uitgebreid. Dat elke robijn op het zwaard wordt benoemd. Ja, precies. Daar vind ik het... Ja, goed. Dat is weer een andere uitdaging. Andere aflevering ook al gehad. Ja. Ik moet zeggen dat mij wel is... Dat ik wel soms dat iets te veel vind. Dat ik denk van ja, weet je, moet dat nou iedere keer? Deze auteur doet het ook wel hoor. Ja, op momenten doet hij het wel, maar hij doet het niet iedere keer inderdaad. En bepaalde elementen vindt hij gewoon niet zo belangrijk. En na dat ruimtereizen ook, hij heeft zoiets van ja, wat ga ik erover vertellen? Ze zijn er gewoon. Ja, ze zijn er gewoon, daar gaat het om. Het gaat er niet om hoe ze er gekomen zijn, het gaat erom dat ze er zijn. Ja, en wat ze tegen elkaar zeggen. En ik heb andere dingen die belangrijker zijn. Wat ze niet zeggen. En op dat vlak vind ik wel, ja... Gewoon, je hebt het idee dat er geen woord... Weet je leest wel eens boeken... En dat je denkt van ja, hier zou gewoon een redacteur... gewoon nog heel veel informatie uit kunnen halen. Hakken. Je kan heel veel kunnen snijden, pagina's kunnen eruit, het hele hoofdstuk kunnen eruit. Ja. Hier heb je gewoon het idee dat er geen woord weg kan. Nee, maar dat is ook zo bizar. Als je een woord weghaalt, dan valt het hele verhaal in duigen. Maar ook gewoon, je leest een paar zinnen en ineens zijn ze weer in een heel ander gesprek beland. En is er van alles gebeurd en heeft iemand weer iets gezegd tegen iemand anders wat ergens op wijst. En dan ja, denk en je, oh, alles jee, heeft een rare dit? Naam, dus dat helpt ook niet. Daarom hebben we dat... Je hebt dus die Padisha keizer. Nou ja, eigenlijk is dat gewoon een keizer. Dat is gewoon een bepaalde soort keizer. Ja, dat is dan een bepaalde naam. Bene Gesserit is wel belangrijk dat je dat goed weet. Maar dat vind ik wel... Dat wordt wel redelijk duidelijk uitgelegd. Die hebben hele speciale gaven. En dat is vooral belangrijk voor de Atreides. Ja, en een speciale missie natuurlijk. En een hele speciale missie. Ja, precies. Want dat is nog de laatste factie eigenlijk die we niet... Of ja, de Harkonnen hebben we ook nog niet echt uitgelegd. Maar de Bene Gesserit eigenlijk zijn dus een secte of een groep vrouwen in ieder geval, in dit geval. Een soort school van opgeleide vrouwen. Ja, zij hebben het idee dat ze, en dan kom je langzamerhand in het verhaal achter, maar dat zij, zeg maar, the one, hè, dus de messias, de verlosser, de messias, profeet. Ja. De profeet, dat ze die op een wereld kunnen gaan brengen. Dat is niet de ze wereld, kunnen creëren of kunnen aanwijzen. Maar wat ze daarvoor doen is eigenlijk, ze trouwen eigenlijk met allemaal hertogen en allerlei andere belangrijke mensen. En ze zijn dus DNA aan het kruisen om zo eigenlijk een perfecte wezen te krijgen. Ja, en Bene Gesserit hebben zelf ook wel speciale gaven. Want ze zijn heel erg
het lijkt een beetje op wat je net zei met die mentats, maar het is dan anders. Het is niet zozeer, denk ik, gericht op dingen uitrekenen, meer op het lezen van de menselijke ziel. Ja, op het lezen van gedachten bijna soms. Ja, ja. En de mensen waarheid. En mensen beïnvloeden. Mensen beïnvloeden. En ook de voice, de stem. Ja. Ja, de stem. Nou, opnieuw, we hadden het net al over Star Wars, maar in Star Wars heb je ook letterlijk de stem. En dat is gewoon één op één uit, volgens mij in ieder geval, één op één uit Duin gehaald. Ja, dat zou wel grappig zijn dat dit het eerste boek is wat het ik weet niet of het het eerste boek is, maar het is wel, weet je, Star Wars is natuurlijk een x-aantal, weet je, het is 10 jaar nadat dit boek uitgekomen is. Uitgebracht. En daar heb je letterlijk een scène in dat iemand ook gewoon zegt van, ja, weet je wel, of er zijn meerdere scènes, maar één scène is bekend, weet je wel, van dit zijn niet de robots, zeg maar, waar je voor op zoek naar bent. En dan gaat diegene, die gaat iets anders doen. Ja, er zit bijna een vergelijkbare scène een soort, in hoe noem je boek. Dat nou? Hypnotiserende stem of ja, je zo? Kan zeg maar een dwingende opdracht stem. Geven. Je kan het ook terugbrengen naar Dracula of zo, weet je. Die kan ook mensen hypnotiseren en opdrachten geven en zo. Dus het is ook niet uniek aan dit boek. Maar de Imperiusvloek van Harry Potter moet ik dan weer aan denken. Maar goed, okay. ik ben een Harry Potter fan, jongens, sorry. Ja, maar die staat helemaal achter in de rij qua originaliteit. Dus nou, die heeft het van een ander boek, van een ander boek, van een ander boek, van een ander boek. Maar dat is wel heel goed aangekleed, maar daar wordt wel heel veel dingen uitgelegd, ja. Ja, maar de stem, dus ze zijn goed dus in het lezen van de gedachten van mensen. Dus als iemand ook een bepaalde bewering uit, kunnen zij heel goed vaststellen, die Bene Gesserits, van hey, is dit nou de waarheid? Of ze kunnen feilloos door iemand heen prikken. Het is een beetje gedachten lezen. En ze hebben visioenen, dus ook in de toekomst kijken, dingen aanvoelen. Vergeet ik iets? Ze hebben heel veel bijzondere gaven. En dat dat eigenlijk. En ze hebben dus een doel om dus uiteindelijk die Messias op aarde te brengen. Die Kwisatz Haderach. Want ze hebben eigenlijk een soort van, ja, ze hebben bijna magische krachten willen doen. Maar ze kunnen inderdaad, het is bijna magie. Stofjes dat vind ik in hun zo lichaam aan. Kunnen ze aanvoelen. En die kunnen ze ook veranderen. En ze hebben invloed op die stof, hun stofwisseling. Dat ze het, zeg maar, kunnen bepaalde giffen kunnen ze omzetten in iets wat niet meer giftig is, geloof ik. En ze kunnen dus bepalen of ze een man of een vrouw op aarde zetten, of op de wereld zetten. Dat zijn allemaal vrouwen. Want Bene Gesserit zetten alleen maar vrouwen op de wereld. Zodat zij weer kunnen trouwen met een andere krachtige man. Precies. En dat tot ze klaar zijn, dat ze het perfecte DNA hebben. En dan krijgt één iemand de opdracht uiteindelijk om een man te creëren met dat perfecte DNA. En dat wordt dan de verlosser. En Jessica was daarbij betrokken. Jessica is ook een Bene Gesserit. En Jessica is de vrouw van, of de concubine van heer Leto. Ik kende het hele fenomeen concubine niet. Misschien is dat niet goed van mij, maar ja, dat is uit de middeleeuwen volgens mij voornamelijk iets wat toen heel populair was. Dus ja. Ze is niet getrouwd met de hertog Leto Atreides, maar ze zijn wel samen, ze leven samen. Ze hebben samen een kind gekregen, Paul Atreides. Dat is dus de familie op Caladan, op die waterplaneet. Maar Leto is dus nog wel vrij als hij met een krachtige, machtige vrouw uitgehuwelijkd zou moeten worden of moeten trouwen. Dat is een beetje het idee, toch? Dat is het hele idee inderdaad. Dat je eigenlijk gewoon een vrouw hebt waar je van houdt of wat dan ook, zeg maar. Dat is een beetje die je bed warmt. Precies. Dat is één waar je, zeg maar, persoonlijk voor kiest vaak dan. Ja. Dus daar ga je mee en dan krijg je ook misschien eventueel kinderen mee. Ja. En die zijn dan ofwel hebben die rechten of niet, zeg maar. En dan wordt het eigenlijk een soort van bastaards. Weer geen bastaard. Nee, dus in sommige gevallen word je dan, zeg maar, wel opvolger, in sommige gevallen niet. Maar het idee is dat als het nodig is later om wat voor reden ook te trouwen, om, zeg maar, of een oorlog te eindigen of om een betere relatie te krijgen. Het gebeurt letterlijk aan het eind van dit verhaal ook. Ja, op een bepaalde manier. De bedoeling in dit geval natuurlijk is eigenlijk dat in dit geval zou het idee zijn bijvoorbeeld dat Leto dan bijvoorbeeld gaat trouwen met een vrouw of een dochter of wat dan ook van de keizer, zodat hij nog dichter bij de keizer komt, zeg maar. En dus dat is de reden om hij niet trouwt met Jessica. Ja. Omdat dat hij, zeg maar, haar helemaal vertrouwt. Ja. Haar helemaal vertrouwt, haar overal bij betrekt. Het is geen, het is gelukkig een keer geen gewelddadige relatie, geen hele ongelijkwaardige relatie of zo. Hij neemt ook dingen van haar aan. En zij hebben dus de zoon Paul. Maar Jessica had eigenlijk de opdracht, omdat we zeiden net, de Bene Gesserit hadden een doel om die Messias, die Kwisatz Haderach, zo noemen ze dat, om die op de wereld te zetten. Zij had eigenlijk als doel, of als opdracht, om een dochter te baren, zodat die dochter weer kon gaan trouwen met iemand van de Harkonnens. Ja, precies. Maar die dochter, dat werd toch een jongen. Ja, Jessica heeft niet zo heel goed geluisterd.
Maar die is ze wel aan het trainen. Of die krijgt alsnog wel een beetje van haar die Bene Gesserit opleiding. Dus die, ja. Ja, ze geeft hem eigenlijk een soort van mentat training. Maar indirect doet ze ook wel wat Bene Gesserit dingetjes daarnaast. En dat is dus die bal. Maar officieel niet natuurlijk, ja. En ja, hij is... Ja, hij is wel bijzonder. Hij is ja, de hoofdrolspeler van het verhaal, zou ik willen zeggen. Maar het is niet echt een klassiek verhaal. Dus het is nog niet per se dat het allemaal om hem draait. Dus, dat is een beetje, om het zo maar even te zeggen. Als je het deels hebt gelezen, snap je wat we bedoelen. Maar het verhaal wordt wel vaak vanuit zijn perspectief beschreven. Maar er zijn gewoon heel veel andere belangrijke personages ook nog. En andere planeten. Maar wat ik wel een hele heftige beeldende scène vind, die eigenlijk ook één op één in de film zit, is de test die vrij aan het begin van het boek zit. Dan zijn ze dus nog op Caladan, op de thuisplaneet. En dan is Paul, krijgt hij die Ghom Jabbar, heet het geloof ik, die naald met gif. Dan wordt hij getest door een eerwaarde moeder, een soort hoofdbenengresserin. Want zij wil natuurlijk testen, hey, ben jij nu die ene persoon die we moeten hebben? Ben jij de Kwisatz Haderach? Ben je te vertrouwen? Ja. Ben je te vertrouwen? Dat is eigenlijk wat ze testen, is dat of hij te vertrouwen is of niet. Want ja, testen ze dat vertrouwen. Want het gaat er toch ook meer om hoeveel pijn die kan verdragen en dat soort dingen. Ja, precies, maar daar gaat het om. Dus het gaat, dat is, want tijdens dat ze de test doet, heeft ze ook het erover dat een dier, zeg maar, wat pijn heeft, zelfs zijn eigen been eraf kan knagen om te ontsnappen. En eigenlijk wat ze test is, wat nou als iemand jou zou martelen, verraad je ons dan? Aha, ja. Dat is eigenlijk waar de test over gaat. Dat is wel leuk, dat is wel interessant, ja. Dat is waar de test over gaat. Want stel je voor dat jij de ware bent, dan heb jij oneindig veel kracht. Oneindig veel macht. En zeggenschap, iedereen doet wat je zegt. En ga je ons dan verraden of niet? Dat is eigenlijk wat ze proberen te, precies, wat ze proberen te doen met die test. En daarom ook, want wat ze doet is, ze houdt dus een giftige naald tegen zijn nek aan en hij krijgt dus hij heeft zijn hand in een doos waarin hij ongelooflijk veel pijn krijgt in zijn arm of in zijn hand. Maar ze zegt van, ja, als je je hand wegtrekt, dan zul je sterven. Precies. Dus of ze kunnen hem vertrouwen, of hij komt te overlijden. En zijn moeder weet ook dat de enige twee opties zijn. Ja, en zijn moeder die werkt hier ook gewoon aan mee. Ja. Aan die test. Want ja, ze kan niet anders. Ze kan niet anders, dat is wel een beetje wat het is. Ja, nee, dus daar begint het boek dus mee. Dus dan zit je er wel gelijk in. Dan zit je er wel gelijk in, inderdaad. Want het is wel, ja, dus en we geven al wat achtergrondinformatie nu. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en het is heel veel informatie inderdaad. Maar misschien is het ook nog goed om heel even te vertellen Arrakis. Want Caladan speelt het verhaal zeg maar een heel klein stukje af. Ja, precies. Dat is eigenlijk waar die test plaatsvindt. En dan eigenlijk vlak daarna gaan ze eigenlijk al vertrekken. Die test zit wel echt in mijn geheugen gegrift. Er gebeurt heel veel in het boek. Soms heb je dan... Jij hebt het dus een paar keer gelezen. Jij ontdekt ook nog steeds nieuwe dingen erin, hè? Ja. Ja, dus het is dermate complex en fascinerend, ja. Misschien dat we ook nog in de volgende aflevering meer zullen zeggen over welke scènes jou heel erg zijn bijgebleven nog. Ja. Maar ze gaan dus naar Arrakis terwijl ze eigenlijk weten dat ze in een soort val gelokt worden. Ja, ze hebben heel veel het gevoel dat er heel veel iets niet helemaal in orde is. Maar het enge is ook een beetje dat die eerwaarde moeder, dus ja, die Bene Gesserit noem ik het maar even, die test uitvoert, die is natuurlijk helemaal krachtig en die kan in de toekomst kijken en alles. En die voorziet dus ook dat die hertog Leto, die vader van Paul, dat die, nou ja, het er niet heel gunstig van af gaat brengen. Nee, dat... Dat is zo onheilspellend, dus dat doet de auteur natuurlijk ook wel goed. Ja, dat doet hij op meerdere malen, wordt dat soort van, wordt een beetje gesignaleerd van, er gaat iets gebeuren. En dan vaak gebeurt het ook wel, dus ook... Beetje alwetende vertellen, maar dan nou ja, in de vorm precies, van die precies, maar de mensen zelf, dat is ook een beetje de grap in het boek, dat mensen in het boek zelf ook kunnen toekomst voorspellen. Dus het is een soort van... Het is net even anders weer dan de meeste andere boeken op dat vlak. Want we hebben ook letterlijk een karakters die de toekomst kunnen voorspellen. Althans, tot op zekere hoogte. Dus je weet ook niet zeker als mensen bepaalde dingen roepen, of ze dan gelijk hebben, ze toekomst... Ja, dus het blijft een beetje in het midden. Soms, ik zit ook te denken, wat is de reden dat ze nu per se naar Arrakis gaan? Waarom konden ze het niet weigeren? Waarom wisten omdat je ze eigenlijk van... Als je de opdracht van de keizer weigert, dan word je dus eigenlijk uit de landsraad gezet. Of dan word je aangevallen, zeg maar. Dan verlies je ook al je invloed. Ja, dan mogen volgens mij de anderen... Het wordt niet echt in het boek verteld, volgens mij. Maar volgens mij in latere boeken, wat dan ook, voor mij mag dan de andere huizen mogen volgens mij je dan aanvallen. Oké, okay, ja, het zal iets van een negatieve effect hebben. Er zit in dat je de,
Dat je je moet gewoon altijd de opdracht. Dat heeft weer een beetje, dat lijkt weer een beetje net op de samurai vroeger en zo met daimyo's en zo. Dat je, het is een verzoek, maar opdracht, eigenlijk geen verzoek. Ja, precies. Als je, en dat zou misschien ook in Europa zijn geweest met hertogen. Ja, als op het moment dat jij gewoon een opdracht krijgt van de keizer, dan moet je dat uitvoeren. Ja. En die keizer is, nou ja, die is niet per se pro Harkonnen, maar die is meer gewoon tegen Leto Atreides, omdat hij heel veel invloed krijgt. Als ik het goed zeg. Ja, wat je eigenlijk, wat die keizer wil, is aan de macht blijven. Ja, en die vreest een beetje voor en die plek. Vreest alle huizen, want die is bang dat als één huis te krachtig wordt, dat hij omvergeworpen wordt. Ja. Dus wat doet hij? Hij zorgt er continu voor dat er conflict is tussen die huizen, zodat ze elkaar zwak houden. Zij onderling blijven vechten met elkaar. Onrust, ja. Dan zullen ze niet de keizer aanvallen. En dat is eigenlijk continu wat hij aan het doen is. Ja. Dus dat is eigenlijk het ding. En dan, ja, dan wat je al zegt, dan wordt niet echt uitgelegd of zo, maar dan opeens, hoppa, zomaar in één keer zijn via ze in via dat ruimtegilde waarschijnlijk, met een ruimteschip ja. Zijn ze op Arrakis. Ja. En ja, dat is wel grappig, want voor de Atreides, voor Paul en Jessica en Leto, is het ook helemaal een nieuwe wereld. Dus dat is natuurlijk ook wel slim gedaan. Voor ons als lezer is het nieuw, want je gaat Arrakis ontdekken. Maar Paul en zijn familie moeten zich ook weer staande weten te houden op een woestijnplaneet waar alles door is, waar ze nog nooit hebben gehoord van regen. En dat vraagt om een hele andere manier van overleven. Natuurlijk met stilpakken, neuspluggen. Vind je dan dat daar misschien wel iets meer uitgelegd wordt over de wereld en hoe dingen eruit zien en werken? En ja, vind ik wel. Komt ook wel door de introductie van Kines, de planetair ecoloog. Ja, dat is dat van ja, die dat werkt met de vrijmansen. Dat is eigenlijk een beetje de schrijver zelf, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dat vind ik heel goed gedaan. Geef maar aan hoeveel boeken er zijn met een ecoloog erin. Maar ja, inderdaad. Dit boek heeft er eentje, maar een hele belangrijke. Een hele belangrijke, inderdaad. En de schrijver is het zelf ook, dus dat is wel daar is echt huurtuval. Over nagedacht. Maar ja, je ziet wel echt die woestijnvlakte voor je. En je kan je gewoon voorstellen hoe mensen smachten naar water. En dat er dus ook een soort tafereel is. Want die Leto, die komt natuurlijk in een soort rijk. Ja, dat zijn de rijke elite, de adel een beetje. Dus die hebben denk ik nog wel meer water tot hun beschikking. Die hebben ook een of andere geheime tovertuin waar gewoon lekker helder water is. Maar dat er dus als een bepaald diner is, dat dan mensen langskomen. Wat was het nou ook weer precies? Dat ze dan water uit handdoeken gingen wringen en dat gingen opdrinken. Ja, dat was dus wat de Harkonnen deden. Dus de Harkonnen die gingen dan die gingen hun vieze handen wassen met water. En dan werd het in handdoeken gedaan en dan werd die handdoek weer op de grond gegooid. En dan konden dus arme mensen of mensen die daar woonden, die konden dan die handdoeken uitwringen. Tegen om dat water betaling, op te drinken. Natuurlijk. Tegen betaling. Nou, eigenlijk niet. Oh, nee? Maar er was dus degene die dat regelde. Oh, was een beetje zo. Die was corrupt, dus die vroeg er ook nog weer geld voor. Ja, dus mensen betaalden letterlijk geld om een vieze handdoek uit te wringen. En dan eigenlijk wordt dat ook verwacht dat Leto dat doet. En die zegt dan dus tegen diegene van, ben je helemaal gek, doe niet. Ik wil gewoon dat het, weet je wel, gratis geeft. En die heeft dan eigenlijk ook door dus dat het corrupt is. En die zegt dan dus ook dat een wachter erbij moet blijven. Om te zorgen dat zijn dan toch die vrijmannen die onderdrukt worden eigenlijk. Want die Harkonnens zijn dus aan het heersen, in principe, hè, eerst op Arrakis. Die zijn toch die vrijmans aan het onderdrukken? Ja, nee. Je moet het eigenlijk zo zien dat er, zover ik het in ieder geval weet, want hoe ik het zie, in ieder geval, je hebt eigenlijk twee soorten, mensen. Allemaal, iedereen in het universum zijn mensen. Het zijn niet echt iets als vorm van aliens of dat soort dingen, dat is er niet zo. Nee. Het zijn allemaal gewoon mensen. Maar ze leven alleen er zijn mensen, verschillende zijn ooit op die planeet geland, heel oorspronkelijk. Die zijn gaan leven in die woestijn. En je hebt dus nu een stad waar mensen in wonen. En eigenlijk heb je daar onderscheid tussen mensen die dus al heel generaties lang wonen op die planeet. En eigenlijk dus de mensen die pas recentelijk zijn geland. Ja, en die vrijmans wonen er al heel lang. Die wonen er al heel lang. Want die kunnen er redelijk goed mee dealen. En ze heten dus vrijmannen, dat is zoals ik het zie. Ze heten vrijmannen omdat ze niet onder leiding staan van de keizer. Dus je hebt eigenlijk mensen die niet onder leiding staan van de keizer. En je hebt mensen die wel onder leiding staan van de keizer. En daar wordt eigenlijk onderscheid in gemaakt. En de Harkonnen hebben dus in dienst mensen die dus vrijmans zijn en niet vrijmans zijn. En die vrijmans zijn inderdaad, die worden heel erg onderdrukt eigenlijk. Maar die vluchten dus voornamelijk terug in de woestijn. Ja, inderdaad. En die weten daar dus hoe te leven met de speciale pakken en zo. Ja. Maar dat is natuurlijk ook stilpakken hebben die, Ja, die stilpakken.
Want dat is een soort manier om water uit je eigen adem op te vangen en weer te filteren, geloof ik. Ja, ze hebben dus eigenlijk een stilpak is een pak. Mm-hmm. Je moet eigenlijk zo zien dat het een pak is wat je aan hebt waar... Als je een regenpak aan hebt of zo en je zweet heel erg, dan word je zeiknat, zeg maar. En het idee is dat pak, zeg maar, dat opvangt, in een zakje stopt. En dat kan je dus weer opdrinken. Dus je kan je eigen zweet, zeg maar, filteren en dan weer opdrinken. En tegelijkertijd hebben ze neusslangen in. Dus ze ademen in via hun mond en dan ademen ze uit via hun neus. Zodat het vocht ook daar weer wordt gefilterd. Oh. Zodat je dus niet je vocht verliest. Zodat je het goed doet, zeggen ze, dat is in het boek dan, hè, dan verlies je maar een vingerhoedje aan vocht per dag. Oh ja. Dus dan met een vingerhoedje vocht per dag kan je dus overleven. Dus ja. Op die manier kan je het weken volhouden in de woestijn. Ja, want zonder stilpak overleef je het niet of zo. Nee, was er toch iets dat je het maar... Ook tegen de zon is het misschien nog bescherming. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat zit. Nou, hebben ze het niet per se over de zon? Maar in elk geval zonder stilpak ben je na 2 uur dood of zoiets. Ja, omdat je dus uitdroogt. Ja. En je moet dan ook je laars nog op een bepaalde manier bevestigen en zo. En dat je eigenlijk je hele lichaam natuurlijk afgekleed is. Ja. En dan zien we dus dat inderdaad Paul dat pak moet aandoen. En dat hij dan blijkt als dat hij dat al helemaal goed kan doen en zo. Dus dat is ook weer. Dus hij is al bijna onderdeel van de vrijmans. Ja, en hij is eigenlijk. Dat is ook weer met dat toekomst voorspellen. En heeft hij dan. In de toekomst heeft hij misschien nog gezien. Hij heeft al visioenen trouwens gezien van iemand in de woestijn. Van ook een meisje. En dat wordt dan misschien later. Hij had dus al inderdaad visioenen ook op zijn oude planeet. Ja. En sommige anderen krijgen natuurlijk ook van die spice. Ah. Maar hij heeft het eigenlijk al zonder de spice. Ja. Omdat hij misschien toch wel die Kwisatz Haderach is. Of niet, dat weet je niet. Maar nee, precies. Dat is het vermoeden. Ja. Oh, en daarom weet hij natuurlijk hoe hij dat goed moet aantrekken. Precies, dat is het idee. Ja, want daarna die Kines die zegt van... Hé, maar hoe kan het nou dat jij de pakken aan kan trekken? Dat kan je niet zomaar doen. Dat is een hele bijzondere manier om het te doen. En dan zegt hij... Hé, dat is de enige logische manier hoe je het aan kan doen, toch? Ja. Nou, het leuke is wel dat hij... Ja. Dat is een hoop informatie al, denk ik, ja. Die vrijmans, die hopen ook een beetje op een... Kwisatz Haderach, maar dan op een verlosser. En dat noemen ze dan weer de Lisan al-Ghaib. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Want hun leven kan natuurlijk veel beter. Want die Kines, dat is misschien nog leuk om even te zeggen... die is er wel van overtuigd dat je met bepaalde werkzaamheden... wel water zou kunnen creëren. En iedereen verklaart hem voor gek. Ja. Misschien ook omdat ze dan deels hun macht verliezen. Ik weet het niet. Maar die is ervan overtuigd dat je er gewoon weer een groene planeet van kan maken. Ja. Ja, dus ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we de volgende keer denk ik even nog verder over op in. Om te gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ja, dit was dus een beetje dat jullie voor de mensen die de liefhebbers zullen denken... Oh ja, dat zijn al die begrippen. En voor alle nieuwkomers zoals ik even een razendsnelle tocht door alle begrippen. Nou echt, en er staat nog een hele lange alfabetische lijst onderaan het boek, mocht je daar zin in hebben. En dan gaan we denk ik de volgende aflevering echt vertellen over het... verhaal, want er gebeuren nogal wat heftige, bloederige, verontrustende dingen. Ja. Want ik ben ook wel heel benieuwd wat jouw favoriete scène is. En natuurlijk ook wel over de verfilming. Ja, precies, ik kan het ook wel even over de verfilming. Daar is ook wel veel over te vertellen. En nog andere media misschien, ja. Ja, want je zei het ook al, spellen en games. En er is een hele Dune-wereld natuurlijk gemaakt. Ja. Ja. Dus ja, daarover. We houden jullie nu op de hoogte ook. Sowieso deden we al, maar... We doen gewoon dezelfde cliffhangers die de nieuwe films aan het doen zijn. Die zijn ook in 2 delen. Dus we doen gewoon precies hetzelfde. We zijn ook naar. Alleen we hebben alleen het verhaal van 2 echt geknipt. Nee. We hebben gewoon meer introductie gedaan. En introductie. En moet je kijken hoe lang we al bezig zijn. Maar we laten jullie ook gewoon even weten via Facebook. Lekker oldschool. En via X. Ik mag geen Twitter meer zeggen, geloof ik. Wanneer er gewoon een nieuwe aflevering komt. En daar kun je dat in de gaten houden.